Hoe ik het zie is dat je vaak de dood weghoudt van jezelf. De dood is wel een essentieel onderdeel van je leven. En er wordt altijd zo omheen gedraaid. Terwijl ik denk, maak het juist bespreekbaar. Ga juist met andere mensen daarover in gesprek en laat zien hoe het voor jou is en hoe het ook kan zijn. Dat vind ik ook heel belangrijk. Mijn vader zei altijd, Anneke, een mens gaat nou eenmaal dood. En ja, zo is het ook. Ja. Anneke is 51 jaar. Zij woont samen met Kees en hun twee dochters van 16 en 18. Anneke is ongeneeslijk ziek. Ik praat met haar over haar leven en hoe zij zich voorbereidt op haar naderende dood. Ik wilde graag meewerken aan deze film omdat ik ongeneeslijk ziek ben. En omdat ik mensen wil laten zien dat je op een bepaalde manier kunt omgaan met je naderende dood. Dus ik kom te overlijden en ik heb daar een bepaalde houding in aangenomen. En ik wil graag dat delen met andere vrouwen. En misschien ook nog dat mensen er iets aan hebben als ze mijn verhaal horen. Mm-hmm. En dat zou ik ook wel heel fijn vinden. Wat is jouw missie? Ja, mijn missie is eigenlijk dat je, al ben je ongeneeslijk ziek en al is het einde nader, dat je dan toch nog heel fijn in je leven kunt staan. Dus ik ga wel dood, maar ik heb wel een keuze hoe ik met mijn naderende dood omga. En, en uit deze tijd, zeg maar, die ik nu heb, kan ik nog heel veel mooie dingen doen. En mooie herinneringen maken voor mijn kinderen. En ja, ik leef veel graag, dus ik kan ook nu nog alle dingen doen die ik graag wil doen. Ja, ik vind het heel bijzonder hoe jij het wat je vertelt. Mm-hmm. Kan jij eerst vertellen wat jouw ziektegeschiedenis is? Ja, ik ben ooit met een onderzoek voor baarmoederhalskanker eruit gepikt. Toen had ik pap 3B en hebben ze een colonisatie bij mij gedaan. Dus een stuk van de baarmoedermond weggehaald. Daarna ben ik jaarlijks op controle geweest. En ongeveer 3,5 jaar terug had ik pap 4. Maar dan heb je nog geen kanker. Dus in overleg met mijn gynaecoloog destijds hebben we besloten om mijn baarmoeder aan baarmoedermond te verwijderen en mijn eierstokken te laten zitten. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Hè. De operatie, goed gelukt, alles weg. Maar een week daarna kreeg ik een telefoontje van mijn gynaecoloog dat ik dus een tumor had van 2 centimeter, kwaadaardig. Dus dat ik leed aan baarmoederhalskanker. Dus nou ja, toen is alles gaan rollen, want dan werd ik doorgestuurd naar een ander ziekenhuis. En daar zijn ze gestart met de behandeling destijds. Dus heb ik bestraling en chemo gehad. En toen was ik eigenlijk, zeg maar, ook schoon. Nou, toen, dik 2 jaar later, toen ben ik opgenomen in het ziekenhuis met een longembolie. En dat longembolie kan je krijgen door een veranderend bloedbeeld. En zei ze, nou, je hebt kanker gehad, we zullen maar een scan doen. Ja, en toen bleek dat ik forse uitzaaiingen had in het buikvlies. Ja. En niet meer beter kan worden. En dat werd mij ook zo verteld. Ja. En hoe was dat voor jou? Ja, dan zit je bij zo'n arts en dan krijg je die diagnose van, nou, u bent ongeneeslijk ziek en chemo verlengt wel, maar niet met jaren. Dus ja, het ziet er echt slecht voor u uit. En het eerste wat ik dacht was, hoe moet ik dat mijn kinderen vertellen? Ik heb 2 jonge dochters en ja, en mijn man of Kees was dan bij mij. Dus, en die begreep het ook helemaal niet. Die zei, ik word palliatief behandeld, wat is dat? Ik zei, maar ik word nooit meer beter. En ja, dat was echt een schok. Maar tegelijkertijd, ik dacht eerst aan mijn dochters, van hoe zeg ik het mijn dochters? En daarna kwam meteen de gedachte op, ik kan dit. Ik kan dit vormgeven, dit proces. Dat wist ik meteen. Dat kwam zo eruit, ja. Hoe kon je dat denken? Ik bedoel, wat maakt dat je dat dacht, dat je het aankon? Nou, dat is meer een emotie, denk ik. Een gevoel in mij dat meteen zoiets had van, ik ga dit doen. Ik ga dit aan en ik ga dit, dit,
dit stuk wat ik nog over heb van mijn leven, daar ga ik gewoon, daar ga ik mee aan de slag. En dan ga ik niet op de bank zitten. Dat, dus ik voelde me wel meteen ook heel erg sterk, ook wel heel verdrietig. Natuurlijk, want ik moest natuurlijk verschrikkelijk huilen om wat er door je heen gaat en wat je dan aan je kinderen moet vertellen en aan je familie. Dat is echt, was echt heel moeilijk voor mij. Maar aan de andere kant had ik meteen zoiets van, ja, dit ga ik doen. En met alles wat ik nog in mij heb en met kwaliteit van leven, hoop ik zo lang mogelijk, ga ik dit proces aan. En, ja. En hoe gaat het nu met je? Nou, lichamelijk merk ik wel dat het wat achteruit gaat. Ik kan niet meer de dingen doen die ik 4 maanden terug nog kon. Bijvoorbeeld ging ik 3 keer per week fietsen naar mijn werk. En deed ik daar ook nog wel enkele dingen. En dan fietste ik vrolijk terug. Dat kan ik nu niet meer. Dus nu hebben ze een andere taxi in het leven geroepen dat ze me komen ophalen van mijn werk. Dat is natuurlijk superleuk. Ik kan natuurlijk nog wel wandelen met de hond naar het park. En ik kan nog naar de stad zelf om te fietsen. En ik kan lekker op de bank zitten met een spannend boek. Of met een vriendin. Dus ik probeer dan ook mijn mogelijkheden weer te zien. Hè? Dat, lichamelijk gaat het wel achteruit. Maar ik probeer dan toch nog weer juist het goede te belichten van mezelf. En ja, geestelijk vind ik dat best heel goed gaat met mij. Ik probeer me toch elke dag weer voor te bereiden op een goede dag. En daar vraag ik dan ook om. Dan ga ik lekker in bed liggen en dan vraag ik aan de kosmos, zeg maar, dat ik een goede dag mag hebben. En dat ik sterk mag zijn en dat het goed zal gaan vandaag. En dat ik daar vertrouwen in heb. En dat helpt jou? Ja, dat vind ik. Ik sla geen dag over zonder dat ik dat 's morgens heb gedaan voor mezelf. Dat geeft mij een heel sterk gevoel en een gevoel van vertrouwen. Dat ik in mezelf, de kern, zeg maar, die ik in mezelf heb, dat genoeg is om dit proces door te gaan. Dus ja, mij helpt dat enorm. Ja. Dat je dit vraagt, hulp aan de kosmos, is dat gekomen sinds dat je ziek geworden bent? Of had je dat altijd al? Nou, ik heel langzamerhand, toen ik ouder werd, en zeker een paar jaar terug ben ik depressief geweest. En heel ernstig. En toen ben ik naar een spirituele psycholoog geweest. En die heeft mij wel heel erg op dit pad gezet ook. Dus van spiritualiteit. Maar ook dat je gewoon de kern in jezelf kunt vinden. En daarmee aan de slag kunt gaan. En het geeft mij heel veel rust, zeg maar, om dat te doen. Ja, bijzonder dat je het zo, ja, je sterk voelt terwijl je toch 2 kinderen ja, hebt en je man straks moet verlaten. Ja, alles, ja, loslaten. Ik denk dat loslaten, dat is denk ik het moeilijkste wat er is in dit leven. Zeg maar, om je gezin los te laten en je eigen leven los te laten. Hè? Dat is het allermoeilijkste voor mij. En het meeste verdriet ligt dan ook dat ik niet mijn kinderen verder zal kunnen volgen. En, hè, stel dat ze, ja, gaan trouwen of natuurlijk alle momenten die gewoon zijn, maar ook de speciale momenten voor die meiden. Ja, dan zal ik er niet meer zijn. En dat, daar ben ik wel heel verdrietig om. Ja, maar tegelijkertijd heerst ook een gevoel van dankbaarheid. Zo van, ik heb wel 2 hele mooie kinderen mogen krijgen. Ik heb wel een vol gezinsleven gehad. En ik heb ze zelf toch tot de opvoeding kunnen afronden, zeg maar. En daar ben ik dan weer heel blij om. Ja, je moet jezelf voorbereiden op, ja, dat je doodgaat. Ja. En ook hun voorbereiden, ja, op dat ze hun moeder gaan verliezen. Ja. Hoe doe je dat? Nou, mijn voorbereiding was natuurlijk, toen ik wist dat ik ongeneeslijk ziek was, toen dacht ik, ik ga het zelf regelen. Dus ik ga zelf een plekje bij het kerkhof uitzoeken. Ik ga zelf mijn afscheidskaart regelen. Ik ga zelf kijken waar ik mijn dienst wil houden. Hoe ik dat wil vormgeven. Wie mijn dienst mag leiden. Al dat soort dingen. Dus alle praktische zaken heb ik voorbereid. Verder, elke dag bereid je je langzaam voor. Hè? Dus dat komt, zeg maar, heel geleidelijk dat je langzaamaan naar de afscheid toe werkt. En voor mijn kinderen wil ik vooral nog de moeder zijn.
Dus ik ben daar voor hun en ik steun ze in alle mogelijke manieren. Nou, ze te luisteren of alleen maar vast te pakken of, hè, of dat ze bij mij uithuilen. Maar ik ben wel de moeder. Dat zal ik blijven tot hun dood. Hè. Dus ik moet hun begeleiden en zij begeleiden mij niet, maar ik begeleid hun. Want dat is voor mij heel belangrijk om nog zo lang mogelijk een moeder te zijn. Ja, staat bovenaan. Ja. 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 Hoe is het voor jou om hen verdrietig te zien? Ja, heel moeilijk. Want ik ben degene die waar ze verdriet om hebben. Ik voel me niet schuldig, want ik kan het natuurlijk niet aandoen, hè, dat ik doodga. Maar je bent wel de bron van verdriet. Dus dat vind ik wel moeilijk. Maar ik had tegelijkertijd ook wel heel snel zoiets als hun verdriet. Dat is hun weg die ze moeten gaan in het leven. En dat is niet mijn verdriet, want ik heb een heel ander verdriet. Het verdriet is voor mij los. Hun moeten mij ook loslaten, maar ik laat hun achter. En hun blijven natuurlijk hier op deze wereld. En ja, dus, maar ik neem het nooit op als mijn eigen verdriet. Ik laat het al bij hun, zeg maar. En ik troost ze en we praten er samen over. Maar ik ga het niet op me nemen. Want dan word je doodgeslagen door alle emotie om je heen. Niet alleen van de kinderen, maar van Kees, van mijn familie. Er komt veel emotie in huis. En dan moet je ook wel... je moet daar niet aan onderdoor gaan. Dan kan je niets meer. Nee. Ja. Ja, het lijkt me juist inderdaad zo moeilijk ook... het verdriet van anderen naast je eigen verdriet... Ja. Het verdriet van anderen te zien. Ja. Ja. En daarmee om te gaan. Ja. Het is ook heel mooi dat mensen zo dicht bij je komen. Hè? Dus ik ben vanaf het moment heel open geweest over mijn ziekte... En toen ik thuis was, kregen we ook heel veel bezoek. En ik heb het ook altijd bij de naam genoemd. Hè? Zo van, ja, ik ga dood en daar moeten we, dat gaat er gebeuren. En dan mag er ook alles zijn. Hè? Hun verdriet, mijn verdriet. Alles is dan mogelijk. Dus het is ook wel heel mooi dat je zo'n proces doormaakt met mensen die dichtbij je staan. Maar het is zeker moeilijk ook als je broers en zussen zo ziet... Ja, dat is, ja, we hebben een hele hecht gezin. Ik kom uit een heel hecht gezin. En ja, dadelijk zijn er geen 7 meer, maar 6. Ja, dat valt niet mee. Nee. Het is echt heel verdrietig. Ja. En mooi dat je dat allemaal hebt. Al die lieve mensen om je heen. Ja. Wat inspireert jou, Anneke? Ja, de hele kleine dingen uit mijn leven, denk ik. Ik heb hier bijvoorbeeld een doosje van geluk thuis. En toen we hier kwamen wonen, heeft Kees dat opgehangen. En elk jaar hebben we met oud en nieuw, met vrienden, hebben we een feestje. En daar gaan alle champagnekurken in, dat doosje van geluk. En dat symboliseert ons, denk ik, ook wel. Dat we heel gelukkig zijn met elkaar in dit huis. En dat het leven gevierd mag worden, ja. Elke keer, ook toen ik de diagnose kreeg in december... 2 weken daarna zat ik wel aan de champagne om het leven te vieren... en het nieuwe jaar in te luiden. En dat is voor mij heel belangrijk, ja. Jullie zijn een hecht gezin. Wat zou je hen willen nalaten? Ja, ik hoop dat ik mijn kinderen een geestelijke erfenis kan nalaten... daar heb ik het ook wel eens over. En daar bedoel ik mee, zeg maar, dat het leven... Ja, ik vind het leven prachtig... Dus leef jullie leven, meiden, zeg ik wel eens. Hè. Het is prachtig, het is genoeg te ontdekken. Maar wat ik het prachtige vind aan als je mens bent, is... al overkomt je zoiets als ik, hè, dat je moeder op vroege leeftijd komt te overlijden. Hè, dan ga je misschien wel even zo naar zijn grasprietje, laat je even hangen, maar je bent veerkrachtig. Dus je komt altijd wel weer recht overeind te staan. Dus heb veerkracht in je leven en zie de mogelijkheden. En zie niet de dingen die je niet kunt doen. En ik hoop wel met dit proces en hoe ik het vormgeef... dat zij dit van mij, als ze misschien wat ouder zijn... want het is nu natuurlijk heel moeilijk om te overzien... dat ze zeggen van nou, die moeder van mij... die had het bij het rechte eind. Of wat fijn dat ze ons dit heeft meegegeven. Want een mens is heel sterk en veerkrachtig. En ik hoop dat ze dat aan mij gezien hebben. Ja. Hoe kijk jij tegen de dood aan? Je eigen dood... Ja, vroeger vond ik de dood iets verschrikkelijks. Dat was iets wat ik heel ver van... Ja, daar wil iedereen ver van weg blijven. Maar dat vond ik ook eng. En helemaal... Ja, dat wilde ik ver van me afhouden. Terwijl nu ik merk dat ik naar mijn eigen dood toe ga... Word ik daar wel
rustig van. Ja, een mens komt nu eenmaal te overlijden, dat staat vast. En ik merk zelf dat ik gewoon heel langzaam aan toe groei naar dat laatste moment van mijn leven. Het is niet dat ik daar elke minuut van de dag mee bezig ben, maar met tijden, hè, dat je, of met momenten. En ik zie de dood nu niet als iets angstaanjagends. Ik zie het meer van, ja, dat hoort bij mijn leven. En ik zou graag willen sterven met overgave. Zodat je niet dat je heel bang bent en angstig en nog aan het leven vastklampt. Maar dat je juist zegt van, ik heb alles gegeven in dit leven. En ik heb een heel mooi leven. Nu nog. En ik heb een heel mooi leven gehad straks. En dat staat bij mij voorop. En zo wil ik het leven ook graag verlaten. Want ik ben heel trots, zeg maar, hoe het leven nu is bij mij. En wat we hebben, wat Kees en ik hebben hier hebben neergezet als gezin. En dat staat voorop. En zo wil ik ook graag, ja, er naartoe werken. Want de dood is altijd iets zo, hè, ik weet ook niet wat er na de dood gebeurt. Dus ik denk dat dat voor mij ook en voor de meeste mensen het moeilijkste is. Maar wat gebeurt er op het moment dat je, ja, niet meer ademt en je ziel, zeg maar, het lichaam verlaat. De dood, wat voor beeld heb je daarvan? Nou, ik geloof wel dat, wat ik zelf geloof, zeg maar, dat we een soort energie zijn. En dat ik ook als een energie ergens rond zal blijven dwarrelen hier in het leven. Dus ja, ik denk niet dat er helemaal een einde aan komt. Ik geloof wel aan, niet in een god, maar wel in een soort energie die ik dan ben. En ja, dat ik toch nog wel aanwezig ben, maar niet meer fysiek, maar wel spiritueel, zeg maar. Het moment, denk je daarover na, hoe je het liefste wil sterven? Ja, daar heb ik heel veel over nagedacht. Het liefste wil ik thuis komen te overlijden. En het liefste in bijzijn van mijn kinderen en Kees, als de kinderen dat ook aankunnen natuurlijk. En met mijn familie. Dat zou ik het allerliefste hebben, want die horen onvoorwaardelijk bij mij. Ja, ik heb zelf al zo'n idee van, nou, dan hoor ik nog wat geroezemoes. En ik voel dat ze er zijn. Ik voel de warmte en de liefde. En dan hoop ik dat ik langzaam mag wegglijden. Dus ik hoop natuurlijk dat ik geen pijn zal hebben. Dat lijkt me verschrikkelijk, hè, om echt in pijn te overlijden. Maar ik hoop, zeg maar, juist dat ik heel rustig kan zijn. En ook dat ik gewoon de aanwezigheid voel van de mensen waar ik zoveel van hou. En dat ik zo langzaam mag weggaan, ja, dat ik overlijd. Dus daar heb ik wel echt een beeld bij. Je vertelde mij dat je het gevoel hebt dat jouw tijd dringt. Ja. Heb je er een idee van hoe lang het nog duurt? Zou het kunnen duren? Nee, daar waag ik mij niet meer aan. Want ik heb, dat is heel moeilijk in te vullen natuurlijk. Maar ik heb het idee dat als ik nu dingen wil doen, dat ik ze nu nog moet doen. Nu ik fysiek ook nog natuurlijk me redelijk fit voel. Want als er eenmaal die kanker doorslaat, dan kan dat zo natuurlijk een keer flink de andere kant uitslaan. En dat je dan ook niet meer zo heel lang hebt voordat je komt te overlijden. Dus, maar ik heb niet het idee dat ik nog heel lang volmaak. Jaren, nee, dat heb ik helemaal niet. Dus ik heb echt wel een drive zo van de dingen die ik graag wil doen. Hè, zeg maar, zoals deze film. Of met andere zaken. Ik denk, ja, dat moet wel nu gebeuren. Want nu ben ik nog redelijk fit. Maar hoe het over een paar maanden is, nou, dat vraag ik mij af. Ja. Maar ik probeer dat ook wel los te laten. Dus dat ik leef nu van week tot week. En ik plan van week tot week plan ik mijn dingen in. En dan zie ik het wel. Ben je nog bezig met een behandeling momenteel? Elke donderdag dan ga ik naar het ziekenhuis en dan krijg ik een chemokuur toegediend. Het doel van de chemo is echt levensverlengend. Hè, ook symptoomonderdrukking, hè, want ik heb de tumoren in mijn buik. Dus kijk, als je die nog kunt onderdrukken, heb ik ook minder last van mijn tumoren. Maar het is echt gewoon tijdrekken, ja, om nog zo lang mogelijk te leven. En over ongeveer 3 weken krijg ik weer een scan. En dan wordt er bepaald of het doorgezet zal worden. Of dat we toch zeggen, nou, dit heeft geen effect meer. Want ik wil echt kwaliteit van leven. En als dit niets meer bijdraagt, dan heb ik ook voor mezelf besloten, dan wil ik dat ook niet langer. Er moet ook ergens een grens zijn voor mij. Hè? Zo van, waar ga je nog in mee? En hoe breng je je laatste periode door van je leven? Dat is voor mij heel belangrijk.
En dat je ook nee durft te zeggen tegen een behandeling. Van, ik kan ook nog naar het Antonie van Leeuwenhoek eventueel voor een behandeling, experimenteel. En misschien ga ik daar wel kijken of dat kan, maar het wil niet zeggen dat ik het ook ga doen. Dus het hangt heel erg van het moment af. Van, voel ik me nog fit en wat draagt het nog bij aan mijn leven? En dat vind ik ook wel heel belangrijk. Ook om dat met je oncoloog te kunnen bespreken. Dat is wel heel fijn, vind ik zelf, als dat met je oncoloog ook heel goed klikt. Hè? Dat je dat ook bespreekbaar maakt. Van, wanneer stop je nou met behandelen? En wanneer ga je je echt voorbereiden op het laatste stuk van je leven? Ik denk dat we dat niet moeten vergeten. Of dan, zo kijk ik er tegenaan. Dat je ook dat goed in de gaten houdt, zoiets. Lijkt me ook een hele moeilijke beslissing, hoor. Om te zeggen, nu is het genoeg. Maar daar groei je naartoe. Weet je wat het is? Ik word al 15 maanden behandeld bijna. En ik denk op een gegeven moment voel je dat het genoeg is. En dat je rust wil. En dat je gewoon doorgaat met je laatste stukje. Tenminste, ik heb heel sterk dat ik daar gewoon aanvoel. En ik ben al veel verder als mijn gezin en Kees. Want ik denk daar natuurlijk heel veel over na. En maar ik heb dat wel. En ik bespreek dat natuurlijk ook. Hè? Wel natuurlijk met de gezin en met Kees. Van, hè? Met mijn dochters. Maar het is mijn keuze. En mijn beslissing. Ik denk dat het goed is dat er open over gesproken wordt. Wat zou je nou nog graag willen? Ik merk nu ik zieker word en of minder energie krijg, dat wat ik wil ligt voor mijn neus. Dat zijn is mijn gezin. Dus wat ik wil is natuurlijk nog lekker met mijn gezin naar zee. Hè? Dus wat ik eerst deed, zeg maar ver weg reizen en heel veel ondernemen. Ik merk nu dat dat gewoon kleiner wordt. Dat ik bijvoorbeeld nu ook heel graag in de tuin zit. Om gewoon lekker op een bankje te zitten en naar de vogeltjes te luisteren. En dat ik denk, nou, ik word hier gewoon heel gelukkig van. Of ik zie een bloesem, of ik kan gaan wandelen. Kinderen komen thuis. Kees en ik zitten s'avonds lekker op de bank. Ja, dat zijn voor mij gouden momenten. Ook alleen al als ik naar ze kijk, dan denk ik, nou, dat ik dat heb. En wat ik ook heel belangrijk vind, is als ik dadelijk dood ben, is dat iedereen weet hoe ik over ze denk. Dus dat vertel ik dan ook, hè, als mensen op bezoek komen. Zo van, ja, god, ik vind het zo fijn dat je er bent in mijn leven. Of ik hou zoveel van jou. Of ja, gewoon daar nog uitspreken naar mensen. Ja, dat vind ik ook wel, dat doe ik dan wel. Ja. Ja, en je hebt ook een boekje gekregen van jouw dierbare. Ja, ja. Dat is een, ik heb een heel mooi boekje gekregen in december. En dat heeft mijn dochter voor mij gemaakt. Dus hè, in plaats dat je altijd op, ja, dan hoor je dan zelf niet op begrafenis wordt verteld wie jij was, kreeg ik nou een boekje vooraf. En dat vond ik, nou, het was echt geweldig. Ik dacht dat je daarop komt. En dus ik vond het ook heel emotioneel. Ik moest ook echt meteen huilen van al die mooie verhalen. En het zijn wel hele opgewekte verhalen, dus het zijn ook echt een herinnering aan mij die ze hebben. Dus ja, het is echt super fijn om te krijgen, zoiets. Ja. Heel bijzonder dat ze dat in elkaar heeft gezet voor mij. En mooi ja, om te lezen. En dat is ook een mooi idee voor andere mensen ja. Die komen te overlijden. Ja, ik dacht, waarom wachten achteraf? Hè? Waarom zeg je zoiets niet als mensen nog leven? Hoe ze naar jou kijken. Want het is ook heel mooi om te kijken of om te lezen hoe ze over je denken. En wat ze voor jou hebben gemaakt. Wat zou jij mee willen geven aan andere vrouwen met gynaecologische kanker die niet lang meer te leven hebben? Ja, ik zou graag mee willen geven. Tenminste, heeft mij heel erg geholpen. Als je zeg maar komt te overlijden aan gynaecologische kanker, of wat voor kankersoort natuurlijk, dat je wel een keuze hebt. En dat klinkt misschien heel raar, maar je hebt wel een keuze hoe je daarmee omgaat. Dus hè, ga ik inderdaad op die bank zitten en laat ik al de angst toe en hè, laat ik mij daar lam door slaan. Want angst is heel verlammend, daar kan je niets meer. Of
probeer je toch te kiezen voor het leven. En leef zo goed mogelijk je leven nog. En maak daar keuzes die bij jou passen. En ja, ik hou heel erg van het leven, ook nu nog. Maar je hebt een keuze wat je wil en wat je kan. En dat zou ik graag mee willen geven. Van, maak daar gebruik van. Ja. Leven tot het laatste moment. Leven tot het laatste moment, ja. En zelfs al lig je op de bank, hè, met onder een deken, dan kan je nog wel leven, hè, door iemand vast te houden of door nog een verhaal te vertellen. Of... Het leven kent vele facetten, hè. Dus dat is wel mooi.